VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt niet dat de regering voldoende actie neemt om de rattenplaag in Ikeri te bestrijden. Hij maakte gisteren in de Nationale Assemblee duidelijk dat er niet gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen waarmee vooral de boeren in Ikeri op dit moment kampen. Behalve dat er gezondheidsproblemen bestaan, zorgt de rattenplaag ook ervoor dat boeren verminderde of helemaal geen inkomsten meer hebben. Jogi wees erop dat de meeste paddy in het veld na 40 dagen geoogst moeten worden. Echter moeten de boeren nu 120 dagen wachten voordat ze kunnen oogsten. Het DNA-lid zegt dat nu al ruim 20% van de paddy is aangevreten door de ratten. Als we 80 dagen nog gaan wachten, voorzitter, dan ben ik bang dat we weinig gaan oogsten dit seizoen, voorzitter. Er is al weinig ingezaaid en er gaan minder oogsten, voorzitter. En ik voorzie dat we volgende seizoen niet kunnen inzaaien, omdat de boeren geen geld hebben, voorzitter. Voorzitter, je hebt 30.000 tot 35.000 SRD nodig, vanaf de grondbewerking tot het oogsten op 1 hectare, voorzitter. En wanneer u 2 seizoenen hebt verloren, uw terrein is bij de bank, uw auto is bij de bank, uw huis is bij de bank, uw tractoren zijn bij de bank, voorzitter, dan kunt u een derde seizoen niet inzaaien, alhoewel u dat graag zou willen. En dan praten we over onze volksvoedsel nummer 1, voorzitter. En ik zie dat de regering er werk van heeft gemaakt om de mensen die geleden hebben van wateroverlast in Brokopondo namelijk, en ik complimenteer de regering, dat die mensen tegemoetkoming hebben gehad. Ik vraag aan de regering om serieus de president om team samen te stellen, voorzitter, om serieus aan te pakken die rattenplag in Ikeri te bestrijden. Minister Amaramadine van Volksgezondheid haalde aan dat zijn departement sinds vorig jaar ervoor gezorgd heeft dat het Moengra Medisch Centrum goed kan inspelen op gevallen van ziekte van wijl. En hoewel er nu een toename te merken is van de veldratten in urbane gebieden, zijn er slechts 2 suspecte gevallen gemeld die niet zijn bevestigd. De bewindsman wijst er met klem op dat dit niet wil zeggen dat de rattenplaag geen dreiging kan vormen voor de gezondheidszorg. De ratten bevinden zich nu meer in landbouwgebieden. Maar het vormt natuurlijk wel nog steeds een dreiging, omdat je natuurlijk wel de boeren hebt en andere personen die zich wel begeven in die velden. En daar hebben wij ook samen met de PAHO, BOG, scherp ingezet op voorlichting. Er wordt voorlichting verstrekt aan de boeren, aan de samenleving via de RGD-artsen. Laat me dat duidelijk zeggen. Het is ook een praktisch voorbeeld dat ik wil geven. Het is vrij bekend dat je dat kan voorkomen, gezondheidsklachten kan voorkomen door preventief op te treden. Maar het is een praktische situatie, onmogelijk in een praktische situatie om een reisboer te adviseren om een laars aan te trekken in een landbouwveld. U snapt dat daarmee er geen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Dus we moeten meer gaan inspelen op snelle detectie, opsporen, de klachten aangeven wat er gaat gebeuren. En daar hebben wij nog steeds de diagnostiek in het Moengra Medisch Centrum opgezet. En complexe gevallen uiteraard worden doorverwezen naar Paramaribo, het academisch ziekenhuis Paramaribo, waar er veel meer behandelmogelijkheden zijn. Minister Ramdien benadrukt dat op dit moment er geen directe gevolgen zijn voor de Nigeriaanse gemeenschap. Maar het blijft uiteraard een gezondheidsdreiging.